Goedenavond. We gaan naar Amsterdam. Ga je rondje, Joy? Ga je rondje? Nee, ik dacht misschien staat er iets tussen Amsterdam, maar je weet het nooit. Ja. Oh, dit is de chat, dat moet ik niet hebben. Internet. Volgens mij is mijn beeld nu een beetje aan het haperen. Ik weet het niet. Ja, maar laten draaien. Kleiner maken. Hoe maak jij die bocht dan? Kijk dan. Jack. Kijk eens naar een lijk, joh. Een Rus. Een Rus. Toen ik met een auto trekker mee reed, jongen. En die stond gewoon 4 seconden stil voor een keer reed die pas verder. Joh. Heb je zo'n slecht internet dan? Ja, maar niet in een auto, maar iemand die mee reed. Ah, oké. Okay. Zo. Iemand daar goed in Amsterdam staan? Ja, hè? Ja, ik wel. Ik ben gast erop. Gaan we zo maar, hè? Ja, prima. Wie gaat vooraan? Wanneer? Nou, Jay rijdt al. Ja, Jay nou. Vol gaas! Nou, rustig op terug. Je hebt een Volvo, nee, een Volvo, huisje. Winkel, ik denk hoe dat doet. Amsterdam, hier staat het al. We hebben nu je stad achter de duinen. Welke kennen niet? Dat is Den Haag, hè? Ja, Den Haag, hè? Zo benieuwd hoe dat nou met die explosie zal zijn daar, hoe dat een auto bij ligt. Loopt die explosie, wat heeft er gebeurd? Met die explosie toch in Den Haag? Ah, jullie hebben elkaar niks meer mee. Hij zal ons de hele boel alweer terug hebben gezet dan? Ah, dat denk ik niet. Dat zal wel nog wel maanden in de beslag nemen. Ik rij 100. Maar sowieso kijk ik al niet veel nieuws. Want ik zag vanavond weer nieuws dat er weer een gebouw was ingezakt. In de universiteit in Rusland. Ja, in Rusland.
waren 20 man onder een puin, dus waar de raak daar. Zo, ik heb alweer een kijker op Twitch. Welkom, wie het ook mag zijn. Oh, ook niet meer, ook alweer weg. Nou, dat gaat hard. Iemand tanken? Nee, nog een half tank. Zo, daar de maar door. Oh. Waar op de weg? Ja, ik keek weer op mijn telefoon, hè. Misschien is mijn beeldkwaliteit niet zo super dat de mensen niet naar willen kijken, ja. Dat kan. Oh ja. Let er nooit op, joh. Dat komt allemaal vanzelf, joh. Ja, hoor. De ene keer is druk, de andere keer is rustig. Ze mogen voor mij wel kijken, hoor. Juist leuk. Ja, hoe meer je ook streamt, hoe meer kijkers je krijgt. Ja? Ah ja. Ik stream trouwens wel op allebei, op Twitch en YouTube tegelijk, hè? Ja, oké. Okay. Ja. Je rotje knor. Druk het eens in Amsterdam. Wat bedoel ik nou? Het is altijd druk daar. Ja? De meesten staan er altijd bolen. Een Russen. En dan zijn de kijkcijfers al een beetje naar boven gegaan, dus ja? Nee, ik heb twee kijkers nou. Oh, valt mee. Ja, maar als er eentje zit te streamen, zeg maar, ETS 2 met, ik geef maar op 20 kijkers, dan, ik doe dat zelf ook, dan kijk je meestal toch naar de mensen waar het meeste gekeken wordt. Ja. Dat automatisch, joh. Ja, je moet het spannend maken voor de streamkijkers, maar ja, ik ben altijd heel rustig, dus... Oh ja. Nou ja, als ze het leuk vinden, kunnen ze kijken. Vinden ze het niet leuk, ja, kijken ze niet. Ja, toch? Oh ja, natuurlijk. Maar ik kijk af en toe ook nog de streams, hoor. Ik ja? Ook een beetje aan het struinen, ja. Ah, ik kijk vaak over Farm Simulator en zo, dat is wel even sneeuwtien. Okay. Dan kijk je wel streams van terug, maar Euro Truck niet zo heel veel. American Truck nog wel, maar dat is een Engelsman of een Amerikaan. Ik weet niet meer, voor mij Amerikaan, die eigenlijk een poosje niet meer naar gekeken, maar die gaat gewoon singleplayer spelen, zeg maar. En dan... wil opnemen en dan uploaden. Ja, oké. Maar dat is ook leuk, hoor. Ja, American Truck wordt niet zo veel gestreamd voor. Nee. Ah, maar dat kan wel. Ja, tuurlijk. Oh, misschien dat ik dat binnenkort ga doen, American Truck streamen. Maar dan op de Amerikaanse map of zo, of Europa. Ja. Mooi even kijken. Of gewoon singleplayer, maar ja. Ah, nou, singleplay zou ik ook niet zoveel doen. Nou ja. Oh. Is ook wel leuk. Ja, maar ik vind toch... als je toch samen rijdt, vind ik het toch altijd veel gezellig. Ja, dat is het zeker. Dat is het zeker.
Ja, je kan nou ook Amerika druk, dus dat is ook wel leuk. Ja, ja. Dan kunnen we binnenkort misschien wel even... Ja. Even kijken. Ik heb een tekst onder in mijn schermpje, maar dat zag ik niet wat er voorbij vloog. Op de Navi. Oh, we zijn er al, joh. Hé, hey, ja. Leuk zegt. Ja, als je 100 gaat, dan ben je zo, hoor. Ja. Maar dit is Rotterdam, denk ik, of niet? Amsterdam. Ah, oh, nee, dat is Amsterdam. Oh, je moet hier af. Oh nee, ik rijd wel net door. Ik ga rechtdoor. Pak je deze afslag dan of niet? Ja. Ja. Ja, aankomende. Ja, ik ben de enige zonder de lading op, man. Ja, die is oh. Ook. Ja, ik heb mijn lading afgeleverd. En zij had daar geen lading meer. Nou, we kunnen even kijken wat hij. Nou, ik vind het wel hier. Druk. Ja, ja. Waar ga je heen, Jay? Naar de dingen. Ripair? Hotel. Oh, hotel. Nou, dan gaan we naar het hotel. Ook goed. Nou, heb jij eten? Hebben we een lekker uitsmijter, lekker opgeschrikt met een frikandel of zo. Lekker uitsmijter, dat heb ik wel gezegd. Een hamburgertje weg straks. Zwaar maak ik ook nog. Maar ik moet nog geen eten meer. Ja, maar ik zal... Een uurtje voor het slapen heb ik meestal nog even trek, hoor. Ja. Even kijken, hoe zit het er meer? Maakt niet uit. Yo. Die assen draaien mee, hè. Die pielen achter. Gaan we wennen, hè. Thank you.
Doei. En we hebben een nieuwe volger. Omri, goedenavond. Goedenavond. Thank you. Even kijken. Vracht. Eruit gewoon en tak. Weer een afbreken, kost 12.000. Ja, groot hè. Tegen boete. Geen vraag meer. Even kijken, zit hier nog een beetje Nederlanders? Bijna hè. Ik wil toch ook op drukkers bij Fischer bekijken, dan kan je toch ook zien hoeveel er in Rotterdam zitten, of niet? Wat toch ook? Oh, ja, ik wil echt goede dingen. Hey, Jay, hey. Ik ben 1 minuutje terug. Ja. Dat is allemaal ook niks. Helemaal. Maar ik moet die informatie opdoen. Tot dan is het nog stijver, stiller zo te zien. Ja. Dat heeft niks. Oh maar 34 in mensen in Rotterdam. Oké. Nou, dan rijden we straks even naar Rotterdam. Ja, dat kan. Is mijn vrachtwagen bij jullie in bed of niet? Even kijken. Ja. Ja. Knal dit. Nou, dat is hier bij mij niet. Man. Oh. Nou, dat is straal wit hoor. Ja, zo. Bij mij niet. Maar dat komt omdat dit de Zweden skin is. Oh. Heb je die al dan? Nee, die heb ik niet. Nee. Moet je een keer halen, zo mooi. Als jij mij geld geeft, vind ik het prima. Ja, alles goed geld jongens. Nou, die andere peentje op die harde kan een beetje. Dat is Italië en wat heb je nog meer? Klopt die Eurotruck niet hoor. Ik zat net in Rotterdam te kijken, daar rijden ze ook op 6. Maar Omer die zegt dat er 34 mensen zijn. Maar ik heb ook niet. Zoals kijken bij terug die bij Rotterdam wat er daar is. Ja, ik heb net gekeken, maar ik zag nog eens 5 autootjes rijden. Rotterdam. In ETS 2. Ja, het is één in zo'n dingetje. Maar als ik op de map ga kijken van ja. Rotterdam. Wat gaan wij nu even kijken? TPS aan, ja. Rotterdam, dan zie ik 1, 2,
Ja, als ik hem had zei, hoor. Ja. Dat had ik ook. Eén bij de repair en de ander die staat bij een bedrijf. Harry. Ja. Moet je die Zweedse skin hebben dan? Nee joh. Ik heb moet je hem niet hebben dan. Anders ja, ik kan hem best halen hier koopbaar voor. Maar nee, nee, het zeker. Ah. Omdat ik ook hierbij zit. Mag eigenlijk niet. Omdat ik in de jaren ben. Ik zou die ook even geven nemen. En regen maken. Ja. Als goed is wat kunnen nemen. Even een stukje zetten. Ja, ja. Als geschenk. Oh, is die maar 39 cent? Ja. Ah, ja. Nou, neem even of ik bedoel helemaal zo. Ja, oh, hij kijkt ook op de truck hier. Oké. Daar ga je dus ook zien. Ja, maar ik denk dat hij nu nog niet werkt, die skin. Nee, dat denk ik ook niet. Misschien moet ik hem dan opstarten. Ja, je moet hem opnieuw opstarten, anders werkt hij niet. Nou, doen we dat toch wel. Ja. Ik vind het echt een brute skin zo. Maar is dat die blauwe dan met het gele weer? Maar je hebt verschillende, kleuren. Je kan zelf kiezen welke skin, er zijn er 3 of zo. Ah. Maar staat hij nu, je staat op 25 voor, maar hij staat er continu met de lader. Dat zou wel goed zijn, denk ik. Zo slaat. Zweeds of zo, welke bedoelde jij? Zweedisch. Zweedisch. Angel, is dat of Zweedisch? Ja, die kost bij mij 1 euro. Oh, dat is niet blauw, dat is een gele. Oh ja. Grappig. Nee. rijden. Nou, veel in de queue staan. Ik denk dat wel mee. Nee, je bent af en toe. Toch wat rustiger zitten hier. Doe dit? Ja, nou zeker. Ja. Nou, dan maar weer nog wel rood. Ja. Nou, ziet er wel gaaf uit. Ja. Grappig hoe ze dat kunnen maken. Ja, ze kunnen wel. Zie je hem nou ook naar mij of niet? Nee. Niet? Nee, ik heb die skin niet, hè. Ah, oh, oké. Ja, ik heb hem nog niet in mijn vriendenlijst staan. Ja, en ik weet 1, 2, 3 niet hoe dat zo werkt. Wat? Hoe ik dat kan doen, dan iemand een geschenk geven of nou? Ja, als je hem koopt en dan als ze geschenk komen. Ah, oh, oké. Ja, maar ik heb hem niet gekocht natuurlijk. Doorgaan. Nee. Wat gaan we doen? Ja, zeg maar. Ik zou wel een route zoeken.
Ja, Rotterdam zijn er 34. Als we nou even naar Calais gaan dan. Ja, van Rotterdam is dan Calais. Toch ja, we komen toch langs, dus 34 kunnen we weten. Maar van hier naar Calais. 430? Ja. Hé, zo ver? Ja. Kijk hoor. Calais. Ja, Rotterdam en dan... Naar beneden? Ja, ja. Maar eerst even Rotterdam kijken, toch? Rotterdam langs. Rotterdam en dan naar beneden. Dan naar Calais. Hé, waar staat dat? Ik zie het niet. Nou, een beetje naar de waterkant. Maar ga jij een ritje pakken? Ja, ik heb een ritje naar Rotterdam, dus ik wil er toch langs. Ah. Nou, ik ga je leeg natuurlijk wel aan, maar niet uit. Zo. Ik heb de maat niet, oh. Dus... Weer dakpannen, nou, ik heb toch op met die dakpannen. Tuintels. 4000 euro, maar zo. Kijk hoor, ja, wacht even op Jay. Ik ga maar gas hoor, ik kom eraan. Oké. Okay. Gaan we die kant op dan? Ja, zo? Jawel. Rij Ja, dankjewel, Marie. Voor de information toppie. Ik weet niet wie zei dat welke jaar druk raakt, maar. Ja, ja. Nou, waar we een microfoontje doen, stoppen ze erbij. Ja, doe er niks aan, hè? Ja, shit hebben we het. Kan gebeuren. Ja, weer een vliegtuig van vakantie. Zo, wow. Wat doen jullie, jongens? Maar ik kan ook gewoon op dat aanbordje. Bloed kan ik niet gaan. Weet je wat het probleem was? Ja, je zit niet op toilet, hè? Oh my god. Als je op 8 drukt op je toetsenbord. Oh, dat? Dan krijg je zo'n mooie camera. En ik reed op zo'n mooie stick. Ik was even van die skin aan het genieten. En dat moet je ook op een rechtstuk doen. Ja, dat was een rechtstuk, maar dan kun je niet in. En dan beneden kun je bats. En toen kwam er een reding voorbij, hoppa! Ja. Nou, ik zag het mooi op tijd gebeuren, ik kan mooi op tijd remmen. Ja, ik rij ook, alleen net uitgelogd. Zo, kijk uit! Oh, go. Zo, Felipe!
Hallo, Tommy. Wat? Ah, ik schip bij dat pestpok, ik denk niet op toilet en ik kom met een bloedige kop die langs de spiegel. Flip, die flipt dadelijk, die flipt in de andere kant op. Hé, hey, maar Omelie, ik weet niet, je kan nog meerijden als je wil hoor. We staan nu in Rotterdam. We staan nu in Rotterdam, dus ja. Als je mee wil rijden, kan altijd nog hoor. Dan wachten we nog wel even in Rotterdam. Maar dat is, ja, die man zullen. Hij heeft net uitgelokt, zei hij. Komt er al sneller, Jelle aan. Mooi. Gast op een haasje. Bang dat ze de trein niet hadden ofzo. Goh, kijk hem gewoon. Wat dan? Echt op twee wielen, hoppa. Wie? Ah, die daad gewoon gepedaald worden door die metale plaat heen aan de onderkant. Ja, ik haal de gang er al een beetje uit bij hem. God. Hoort zo jongen, even rustig rijden. Hoort zo. Hij is kort, mochie. Ja, ik heb hem al laten remmen die vogel. Hij wil hem inhalen. Ga ik naar links, gaat hij naar rechts, ga ik naar rechts, gaat hij naar links, ga ik naar links. Ja, ga straight on. Ja, zo moeilijk doet het niet. Ik maak het dan alleen makkelijker voor. Nou, Amelie, rijd mee. Hij zegt, ik rijd nog wel even mee. Nou, gezellig. Wat doe je dan, Sjaak? Ja, wat dan? Ah, ja. Oh, oh, oh. Ik vind dat niet zo leuk, denk ik. Ik vind het ook niet leuk. Ja. Ah, kak. Robert. Ah. Ik heb slecht tegen die mensen die zo lijpo inhalen. Hey, Tinus. Goedenavond. Nog mensen die mee willen rijden. Robert. Welkom. Ja, kijk, dat heb je toch gewoon. Ik deed niks. Nee, dat heb ik in de gaten. Kijk toch. Nou, we hebben een mooie foto. Wacht even hoor. Blijf staan. Blijf liggen. Niks doen. Hij is weg. Shit. Motherfucker. Ik ben het te laat. Motherfucker. Ik wil net een foto maken. Hij zegt zo. Die zet ik even op YouTube. Ja. We gaan naar het hotel toe. Jay op zijn zaai. En ik maak een mooie foto. Ja, was leuk geweest. Oh. Het is de tweede, hè, vandaag? Ja, maar je ja, dat is echt nooit overkomen, joh. Ja, dat heb ik ook altijd. Dat zei de vorige keer ook al. Ja, maar vandaag, ja, ik ben moe, jongens, het is zitten. Oh, daarom. Moe? Ja. Waarvan? Moe. Door die spouwt. Even kijken, wij staan bij, bij het hotel. Bij het hotel, Omelie. Rotterdam. Nee, ga niet mee bij, Cor. Heb je geen eurotruck meer. Zo, die zit voor een Scania. Kijk dan, joh. Daar hebben we nog wel gebakken. Aparte kleur, joh. Ja, moet je die strepen zien aan de achterkant. Ja. Wat die, ik weet niet wat hij gedaan heeft, man. Zit er niet uit, wij zeggen. Met zijn gele korst. Zit er niet uit, wij zeggen. Nou ja, die bijna ding, man. Even kijken, zo. Oh, ja. Half 12. En ik heb 0 kijkers. Ja, bij mij gaat het nou lopen. Ja, ze komen denk ik van een andere zijde. Pidom, 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 pidom. Oh. Eens kijken. Oh. Bro. Zo. Is mijn plezier weg? Je hebt een score. Ah, jongen. Nou, ik denk dat ik de boel niet echt bijhoud met mijn 510 pk. Oké, okay. Ja, dan rijd je toch rustig.
Ja, wij gaan toch ook niet zo hard. Ik dacht 80 rijden of zo. Nou, we komen net helemaal. Waar komen we nou vandaan eigenlijk? Ik zou het niet weten waar we naar doen. Aan de andere kant van de map. We komen net van Amsterdam af, toch? Nou, we zijn begonnen in Krakau. Ja, in Polen. Wrocław hebben we gehad. We zijn naar Osnabrück geweest. Ik moet even aan die andere kant van je gaan staan, want anders sta ik in zijn beeld. Ik ga even door je heen hoor. Oh. Zo. Ah, wat ik ook kan doen is dat ik hem even aan de zijkant zet. Kun je er makkelijker bij. Ah. Ik zet hem wel even aan de zijkant, kom maar. Hier wel even. Makkelijker naast zetten. Hij staat daar. Ja, liggen we op de kant? Nee. Maar wat parkeer nou daar is? Wij staan bij het hotel. Oké, kom maar. Ik wil het alleen niet om me mee nog mee uit. Die ook zo heet. Dingen. Shut up and dance. Direct. Zo is dat mooi in beeld, Ries. Hallo? Ja, geweldig. Zo, even knippen aan de. We hebben hem helemaal geblokkeerd, die gozer. Ja? Ja. Zo, even wat drinken. Is goed, Omeleid. We wachten hier even op je. Daar komt Jansen bij mij. Ja. Is de concurrent van Shimalos. Zou die dat er ook bij staan of wat? Nee, dat zeg ik gewoon zo voor de lol. Oh, goed. Ja, heb je anders natuurlijk helemaal 100% in dit willen rijden? Ja, dan moet je echt wat anders pakken. Ja, dat klik je baal weer. Wacht even. Dat was bijna van over. Kom maar mee. Zo, dus we gaan er even uit. Straks wel even tanken, hè? Tanken? Oh ja. Ja, laat je hem alweer onder de helft. Wat staat er nu boven mijn naam dan? Shimalos Conquery. Oh, ik had de concurrent van Jay Jans. Oh ja, daar kijk net die neus in. Nee, dan zet hij er net niet bij, hè? Ja. Wij staan in Rotterdam, vlak bij het hotel. Nog meer mensen zijn niet mee willen rijden, helemaal goed. Aangewerm, ja. Oude beestje. Ja toch? We moeten even kilometers maken met dat ding. We moeten toch wel halen. Tot nou? 20 op toch? Ja, 20. Ja. Het begint aardig op te lopen. Hm? Oh. Welk bakje zitten jullie nou? Wat voor bakkie? Ja, zes of niet? Ja, zes. Bla 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 bla, hoe heet dat? Hallo. 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 Hoe doe je dat? Een X. X? Ja, dat wil bij mij niet. Maar dan moet je eerst je bakkie op zes zetten. Heb ik, maar ik heb op X heb ik wat anders gedaan. Oh.
Want er was een hondje van Bas in Andy, ook die altijd god drommels, drommels. Hallo, kan ik hier een pizza bestellen? Even kijken. Welke pizza mag zijn? Pizza met kaas en ei. Wordt dat 4,95 €? Mag het doorrijden naar het volgende raam? Dank u wel, dank u wel. Kan je dat nog bij de instellingen veranderen trouwens, of niet? Nee, pizza is koud. Ja, weet je niet, maar kijk. Ik kan hem ook meer warm maken. Maar toch maar geld terug. Maar als je hem thuis in de magnetron doet, is hij wel warm. Ja, mij kan ook Pietje die koud is. Dat schiet lekker op. Maar meneer, wij verkopen nou koude pizza's omdat min 2 is. Ja, dat is een probleem. Hij kan ons niet vinden bij het hotel. Echt bij het hotel. NLG heet erbij. Ja, NLG. Volgens mij is dat het, mee zie je. Baby bed. Is dat hem? Baby. Ja, dat is toch wat hoor. Wat is dat, baby bed? Oh, Messia. Maar doe mijn microfoon in 4 pakjes. Ja. EU3 zit eruit. Daarom zie je ons denk ik niet. Had je gezegd, had je EU2 gezegd? Nee, volgens mij niet. Ja, dat kon niet naar vinden. Moet je lang zoeken, hè? Het is een mooie truck die van Simon Roosje. Ja, hè? Ja, ja. Of is hij een beetje standaard? Ja, dat maakt niet. Ik moet nog wel even één ding aanpassen aan dingen, dus dat is wel goed. Ah. Ik weet niet wat die achter ons aan het doen is. Aan het doen is, die is aan het slapen volgens mij. Ja, wat is er zo'n werk hier? Ik hoor hem hier al. Ik hoor hem hier zo'n werk hier. Hé, er is nog één bijgekomen, net zo'n één. Ah, die rijden er samen in. Het is op elkaar te wachten. Oh, dat denk ik.
Oh, hij rijdt weg. Ja. Hij zal wel last van al dat gesnurk hebben. Geweldig. Ah, je staat mooi in mijn stream. Ja. Ja, bij mij ook. Cameraman aan het spelen, dat was leuk. Ja. Maar ik kan het zo even niet vinden in de, bij de instellingen. Nee, ik kan het ook niet vinden hoor. Dat je een bepaalde toets... Zo, wat gebeurt er? Ja, maar ik heb wat anders op X ingesteld. Even kijken. Hier, daar heb je Ongelee. Ja? Hij staat voor ons. Goeiedag. Ongelee. Goedenavond. Mooi Scania, ja. En rij je al voor een community Ongelee, of niet? Ongelee of Ongelee, ik weet niet wat de naam is, sorry. Ja, Ongelee, volgens mij. Ja. Nou, het is niet over gewoon. Ik was even kijken als ik dat andere even onder die X weghaal. Misschien kan ik hem dan wel X gaan gebruiken. Oplegger lichtas. Zodat je zit er trouwens op kanaaltje 6 van Bakkie zitten we. Ja. Hallo? Nee, bij mij werkt die niet. Huh? Als ik op X druk, gebeurt er niks. Heb je microfoon wel geselecteerd ook? Dat moet je ook even doen, denk ik. Hoe bedoel je? Nou, als je... Wacht hoor. Als je op dat tandwieltje drukt? Tab, ja. Dan krijg je General. Ja. Sound. Even kijken hoor, sound, ja. Speaker device, moet je even op je koptelefoon zetten. Bij je luidspeakers. Moet je even kiezen welke dat is. Even kijken, sound effects. Microfoon device. Deze. Ja, je luidspeaker, toch? Koptelefoon. Oh, koptelefoon. Ja, maar die heb ik niet. Ik heb alleen headset. Ja, maar dan moet je hem daar opzetten. Je hebt erop klikken waarvoor je kan kiezen dan. Hoor je nu wel? Nee. Nee, maar dan moet je verder ook even je master volume, je sound effect, al die scheepjes moet je allemaal even naar rechts toe zetten. Oké. En dan kan je beneden, heb je nog een microfoon device, dan moet je ook op je microfoon. En dan kan je ook nog even testen. En je microfoon volume moet je ook helemaal naar rechts toe zetten. Moet je dat even doornemen. Oké. Okay. Ja, ik hoor nu wel wat, maar... Even kijken. Microfoon volume staat verlopen. Voice volume half. Ja, ik heb alles naar rechts toe geduid. Alles. Oké. Okay. Nou, dan gaan we dat even kijken. Ik heb, ja, stop de test. Apply. We gaan even de action drukken, kijk wat hij doet. Hallo? Nee, voor mij nog niet. Nou, daar komt het op. Waar gaan we naartoe, jongens? Maar mij niks uit. Even naar Calais, toch, zei jij? Ja. Naar Calais toe ga je? Calais? Ik heb de nacht nog staan, of zo. Even kijken. Calais. Zeg maar een beetje links naar beneden, via Calais staan. Calais, daar staat toch wat anders, jongens. Calais of zo, Calais? Ja, Calais.
Ja, het is gek dat ik het niet kan vinden. Waar gaan we heen, naar Calais? Naar hotel? Ja, ja, dan kijken we daar wel een keer. Nou, ik daar wel rustig even een rutje uit misschien. Ja. Ik weet niet of Omelie het gehoord heeft, maar in ieder geval naar Calais. Ja. Kort. De hele kruising zit een keer geblokkeerd. Zijn we maar netjes, jongens, stoppen voor het rode stoplicht. Ja, man. Nou, kijken. Ja, dan moet je wel naar rijden. Oh. Achter hangen, want ik moet straks naar links. Wie rijdt dat allemaal niet? Nou, Mende rijdt achter ons aan. Ah, oké. Tenminste, ze rijdt achter mij, of hij. Ja, ik weet niet of hij al bij een community zit. Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik benieuwd naar. Ik weet ook niet hoe oud hij is. Ik ben meestal wel benieuwd naar. Ja. Je weet het maar nooit, hè? Nee, dat is zo. Voor mij. Geen open teken het wild. Voor mij krijg ik een klapper van achter net. Ga jij nemen? Ja, ik zei, voor mij krijg ik net een klapper van achter. Oh. Ik was niemand. Nou, een komedie was voor mij. Wat zetten we de cruise? Zo. Ik ga 95 rijden. Melle rijdt bij jou achterop. Ja, maar dinges kan niet zo veel meekomen, hè? Ah, ze rijdt nog wel achter mij. Of... Hai. Ja, dan zit je maar op 90. Ja, 90 of 95? Ik ga wel proberen naar de Scania fabriek te komen. Of ik weet niet of jullie dan meegaan. En wat ga je doen? Richting de Scania fabriek. Waar is dat dan? In Europa. Ja, maar welke plaats ligt dat dan? In Zweden. In Zweden? Zweden. Zo, wat een net. Nee, we kunnen vanaf Calais met de boot, hè. Daar kunnen we dus bij. Oh. Ja, maar dan ga je toch naar Engeland? Nee. Ja, maar dan ga ik een stukje Engeland in. Als dat niet anders kan, dan rijd ik daar weer naar de boot toe. En dan ga ik met de boot zo in één keer naar Zweden toe. Moet je niet een eind in Engeland rijden? Nee. Nee, een klein stuk. Ja. Ik weet niet of die kilometer stelt als je altijd met de boot gaat. Ik weet niet of die kilometers dan meetelt. Ja, natuurlijk, die heb ik maar. Vraag je pak, dan staat dat er meestal buiten. Ja, waar heb ik kilometers gereden nou? Ja, voor mij ook. En benzinepomp, hè, zo meteen. Oh ja. Tot en met Calais geen benzinepomp meer. Oh, nou, dat maakt niet uit. Omdat je het allemaal zei, dat moest denken.
Ja, ik moet wel tanken. Ik stop dan zelf wel, hoor. Ga je een jerrycannetje achter je staan? Ja. Links aanhouden. Links aanhouden? Ik moet hier naar rechts zo meteen. Huh? Die voor mij geeft aan dat ik naar rechts moet. Ga graag door. Graag door, Gert. Ja. Oh. Oké. Nou, dan is die voor mij niet goed. Maar ik denk dat we bij de Scania zijn, dan ik het maar geweest, denk ik, of niet? En dan vind ik het ook maar geweest. Ja, joh, maar daarom, wou ik hem daar ook heen rijden. Het is ook bijna 12 uur, hè? Ja, dan hebben we dat je er bent. Ja. Dan wou je niet. Oh. Ja, lekker schermak. Ja, man. Het is wat. Ja. Maar ik vind dat padden mijn zeebakje het niet doet. Ja, maar even kijken. Maar wat heb je dan onder de X staan dan? Een ander, op een ander spel? Ja, nee. Dat, ik had dingen zonder de X staan voor de as om op te heffen, zeg maar. Ah, ik rij 100 trouwens. Ja, maar even rustig, joh. Ja. Links 95 zie. Ja, 95. We hebben een nieuwe bij ons, hè? Dus we moeten altijd even rustig om. Moet hier daar rechts eraf. Ja. Maar heb je al wat van Amelie gehoord dat die ook ergens bij zit? Of de leeftijd of iets? Nee, ik heb nog niks gehoord. Oké. Ja, ik hoor die richting waar ze terugkomen. Dan hoor je nou tik 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 tik. Van wie? Van jou. Maar dat ga je niet aanpakken. Nou, zeg op de huid, hoor hem niet meer. Nee, ja, dat maakt niet uit. Dit. Nou, doe ik hem weer aan. Het stoort mij niet. Wat een grappig geluid. Ja, maar de microfoon die is vlakbij de speakers, dus ja, dan hoor je dat, denk ik. Ja. Ik moet toch beter opletten om de koppeling beter in te trappen, want heel vaak wil ik schakelen, staat hij dan in een neutraal. Ja. Ben je een gas aan het geven, denk je, waarom schiet hij niet op? Oh, hij staat dan in neutraal. Ja. Ik weet niet of je wel lichter kan zitten. Nee, dat kan eigenlijk. Ja, dat hij hem sneller pakt, bedoel je. Nou, dat hij wat soepeler is, dus dat, dat je niet zo zwaar in hoeft te drukken. 90 rijden. Ja, ja. Nou, hij krijgt zijn bakje niet op 6. Daar kunnen we straks wel even naar kijken. En hij zit niet bij een community. Dan druk je dan rechter muis nog. En dan slijp je naar het bolletje toe en dan druk je 21. Zij 21, Ries? 31, zegt hij. 31. 31. Nou, mooie leeftijd. Ja, we zoeken nog leden bij NOG Gaming, dus ja, als je daar zin in hebt, zou je deel kunnen nemen bij ons bij Discord. En dan kunnen we gewoon gemakkelijk even kennis maken en dan kijken of je het bevalt. Wat was de contributie ook eens weer? 1000 euro per maand, of niet? Ja, zoiets. Ja, per week, hè?
Oh, per week. Nee joh, dat is gratis. Gaat niet, speel op drie schermen, zo dan. Wat zei je? Gaat man. Ik heb dit ook. Oh, heb je Eurotruck, heb je nou drie schermen? Ja, dat heb ik vroeger ook wel eens gehad, dat is wel gaaf. Ja, dat wil ik nog. En dat lijkt me helemaal niet fijn, dat vind ik helemaal niks. Ah joh, dat is hartstikke mooi. Kijk wel eens naar streams van bepaalde mensen dat ze drie schermen hebben. Dat vind ik geweldig. Ah, dan zie je wel je rechte spiegel, hè? Alles zie je dan. Ja, daar spaar ik voor. Ik vind helemaal niks. Maar moet nou een keer kijken dan of je op Discord, ik weet niet of je Discord kan kennen. Maar maak je deel mee en dan. Staat in ieder geval bij mijn Twitch, dan kan je Discord en dan kan je gewoon joinen. Kom je in principe in het welkomstkanaal. Er is een keel die hier ook handig gaat parkeren die. En dan maken we gewoon eens een keer kennen. Wat een ongeluk hier, kijk hier eens even. Oh. Ja, dankjewel. Ik werd er vannacht geramd. Geeft niks. Ja, dat is niet man. Je gaat er in de staat te rusten. Wat ga je doen, joh? Wacht even, hoort je even, want hij staat daar nog. Ja, knals nog tegen mij omhoog. Rijtachtig. Je kunt toch niet draaien midden op de weg, man. Kom op. Ben je er ook uit, niet? Ja. Ja, nou, we komen eraan. Ah. Ja, ik zie op mijn monitor, op mijn navi, voorwoord blijven kijken. Oh. Nou, als ik mijn grote tafel is bijna daglicht, joh. Meestal is het s'avonds, meestal tussen 8 en 9. Dan meestal wel wat mensen online om te gamen. Ja, we zijn nog, ja, we spelen nog meer dingetjes hoor. Bouw simulator, schietspelletjes. Meestal s'avonds om 8 uur dan. Meestal een beetje omlaag. Ja, ja, knippen, knippen. Hele mooie lampen. Ze hebben met de benzine. Wil je nog tanken? Ja. Nou, we gaan nog tanken, Jay. Jay heeft zijn microfoon uitgezet. Ja, die kan ik tanken, dus ik... Engeland weet je me nooit. Jongens, goed, ik wacht al even hier. Jo. Ik was er al bij. Geeft helemaal niks. Kijken wat we erin kunnen pompen. 738 euro's. Ja, dan gaan jullie zomaar even voorrijden. Voorrijden? Ja, ik ga pas gaan rijden.
Ja. Maar dat is volgens mij nog 63 kilometer, dan zijn we ook bij Kandel. Ja, je zou eens later voor de gein eens even op mijn stream moeten gaan kijken of wat een bak ligt er net. Echt, het is bijna daglicht hier zo. Oh, daar staat hij. Oh, uitkijk, daar staat één stil. En waar denk je wie? Minder op de weg. Nee, ik stond niet stil met dat weg, ik trok alleen op. Hier eraf, hè? Ja, dat is hier wel. Ja. Nul kijkers. Dat is goed. Zijn de beste. Ja. Of we zullen wel even. En we zijn er. Ja, naar de overkant denk ik. Dan ga ik eens even kijken waar we op gaan kunnen. Moet hoe heet dat plaatje dan waar die volgorde door zit? In Zweden toch? Scania. Of Scania? Lang Stockholm. Ik rijd door rood. Ja. Jongen. Waar stoppen we jongens? Bij de repair of? Bij de haven. Bij de haven? Ja, dan moet ik even mijn telefoon even naar kijken. Waar zit de haven dan? Oh, daar. Nou, de ene gaat links, de andere gaat rechts. Kijken. Eind van de weg naar rechts. Goed is. Ja, en dan naar links. Ja, uit de hoofd, er komen een paar randen die dan. Meen je niet? En nu dan? Waar hebben we schoen? Ja. Oh, gaat lekker door zo. Ja. Dat je mij ook zo weten waar wij naartoe gaan. Naar de haven, hè? Ja, maar dat vanuit daar. Als we de boot pakken. Zo
je hem even op de parkeerplaats, moet ik maar even op de telefoon even kijken. Tot er een berichtje is. Oké. Ja, was wel mooi als je Discord had. Ik ga weer op de parkeerplaats. Ja, ik kan hier naar beneden. We hadden trouwens ook gewoon de boot in Rotterdam kunnen pakken. Ah, dan ben je niet. Ja, dan kom je daar mee. Ja. Godzijdank. Ja, man. Ah, dat maakt niet uit. Een leuk ritje, man. Gaaf. Bij IJmuiden is hij ook nog mooi, man. Heel. Ah, ja. Waar is er meer zitten? Ik ga even kijken wat we waar we heen kunnen. Ja, ik ben echt op de verkeerplaats hier, man. Het zou gaaf worden hier omhoog een reis op de boot. Ik denk dat het maar één weg is. Dood, hoor. Ah, je hebt er twee. Dat als we daarheen willen, dan zijn we sowieso nog 2 uur onderweg. Ja, onze uren of... 2 uur onderweg om naar de Schijnenfabriek te komen. Ik weet niet of je er naartoe wil reizen. Even kijken, want je gaat naar de overkant, Dover en dan? Ja, dan moet je helemaal naar Schotten, moet je eerst nog een stuk krijgen voordat je gewoon de boot bent. En dan moet je nog helemaal door naar Zweden. Maar je moet naar Stockholm. Waarheen? Naar Stockholm, hoor. Je gaat toch naar rechts toe, naar Zweden? Ja. Ja, maar Stockholm ligt helemaal rechts. Dus ik weet niet of je daar naar Stockholm wil reizen en dan daar naartoe naar de Scania-fabriek. Ja, want ik zie alleen maar een overgang naar Epje. Dat is de enige overgang. Waarom? Dus ik weet niet of je naartoe wil reizen naar dingen. Naar Stockholm en dan het laatste ritje naar Scania en dan klaar voor vandaag. Tenminste voor mij. Want waar zit Stockholm dan? Even kijken. Is het in Zweden? Ja. Stockholm. Waar zit Stockholm dan? Ja, vraag mij wat. Och jongen, zit helemaal rechtsbovenin. Ja, rechtsbovenin man. Mijn god. Ja, wat je kan doen is hier naar de overkant. Dan rijden we naar Grimsby. Dan kun je daar ook eens naar Eksberg. Ja, dan moet je helemaal door Zweden heen. Ga ik nou niet meer doen. Nee, dat wordt het vandaag niet meer jongens. Maar ik denk dat we gewoon naar Stockholm reizen en dan naar Zuider. Tijlerij, of zoiets, daar is de Scania-fabriek. Nou, wat we wel kunnen doen is dat we nu even gewoon wel die kant op gaan en dat we dan morgen, voordat die dingen begint, dat we dat even afmaken misschien. Of we kijken gewoon hoe ver we komen, wanneer we zeggen nou we stoppen er maar. Gewoon. Ja, dat kan ook. Goed. Nou, bootje maar aan de overkant. Wacht even, in het Discord ding. Niet? Huh? Ja, dat moet er zijn. Nee? Even kijken. Ja, ik zit er als goed is in. Is het wel in Discord? Ja, overkant. Oh, ik zie iemand daar bij de welkomst. Morbouw of zo, mijn microfoon staat uit. Ja, hij zit er wel bij. Hij staat bij de. In Dover. Maar hij heeft zijn microfoon nog uitstaan. Ja, ik heb hem even gesleept deze kant op. Je zit erin. Open die. Microfoon staat nog aan. Ja, dat zei ik al.
Ik ga even plasje plekken, jongens. Kom maar zo aan. Ja. Als het goed is, heb ik je gesleept bij ons in de truckers en bij je... Ik weet niet of je ons van mij al hoort. Ik ben ook echt gewoon erg op. Ja. Ik ben echt dom. Man. Rij je al eens aan? Nee. Ik ben nog... Hoe zou die dan moeten doen? Hoorde je net ook? Ben er weer. Ja. Ja, ik word het gegeven. Ah. Ja, wel zachtjes voor mij. Ja, ze hebben nou maar. Nou, ik kom goed erover, hè? Ja. Maar hoor je ons wel goed? Ja, ik hoor jullie goed. Nou, in ieder geval welkom bij NL Gaming en ga je niet op een overal bij zitten en dan moet je maar kijk. Gewoon eerst even een paar weken gewoon even aankijken hoe het bevalt en weet ik wat allemaal. En kijk, ja toch? Ja, wel goedkoper. Jee, dan gaan we naar Esbeurt, hè? Die kant op toch? Ik zei dat gewoon. We gaan naar Grimsby. Grimsby? Oh ja. Ik kom achter jullie aan, ik heb nog niks geïnstalleerd. Nou, dat is goed. Oh, of heb je al een bestemming dan? Ja. Grassley, wat is dat? Oh, daarboven. Nee. Grimsbeer, dan gaan we daar naar de overkant toe. Ja. Even kijken nog. Gas erop. Waarheen? Ja. Grimsby. Grimsby. Ja, zeg maar aan de waterkant zitten. Ja, Grimsby is dat. Even kijken, ietsje hoger is de oversteek, hè? Ja, ik heb hem daar bij de haven neergezet. 580 kilometer, hè? Hoeveel? 580. Nou, dat valt nog mee. 530. Ja, als we nu 100 gaan rijden, dan kom je net. Oké. Okay. Alleen het is links rijden hier, hè jongens. Oh ja! Goed dat je dat zegt. Had nou niks gezegd. ik zat al heel tijd te wachten tot iemand... Nou, ik zei, ja, ik heb mijn mond al. Shit. Geeft dat niks, man. We zijn in Engeland. Nou, iedereen klaar voor? Yo. Gaan we nog rijden? Rustig beginnen. Hopelijk rijden. Woe, disco! Ja hoor. Ja, dat begint al goed. Dat begint al goed, ik zeg het net zo. Het is zo autisme. Ik heb het meestal als je bijvoorbeeld een vrachtje aflevert in Engeland en je stopt ook, dan ga je de volgende dag verder. Hup, ik altijd rechts rijden. dat stinker elk vind. Heb je
heb ik weer met die koppeling, hè. Ik trap hem niet helemaal in. Ben ik zo gewend, hè. Doe ik bij de auto ook nooit. Maar die van onze auto, die pakt hem vrij direct. Ah. Je hoeft hem niet helemaal tot aan de bodem in te trappen. Tuurlijk. Ja, wat doet hij nou? Wat doet hij nou? Wie? Ja, pak hem binnen door, zeg ik. Ja, jij. Oh, niet waar. Ik zie het aan de balletje. Ja, gewoon doorrijden, gauws. Als er niet meer komt, gewoon rijden, joh. Ja, man. Doe je dat toch een uur? Ja, je rijdt toch niet, man, joh. Nee. Zonder wat de tijd. Als er geen andere medeverkeer is, gewoon doorrijden, rood. Ja, dan gaan we nou automatisch stoppen. Ja, maar dan duurt het helemaal een eeuwigheidje. Hier heb ik hem weer in een neutraal, hè. Maar de koppeling van die hoer. Ja, maar dat moet dus op automaat zitten, joh. Ja, man. Even kijken hoe dat gaat. Ja, kan ik niet doen onder draaien. Wat is jouw voornaam eigenlijk, Omi Lea? Ik hoop dat ik het goed zeg, hoor, want... Omelie zegt het. Omelie? Ja. Omelie, oké. Okay. Aparte naam? Ja. Als die maar voor hoort. Ik ga 105 rijden. 5? 105. Apart. 105. Nee, ik heb ook niet de dagelijkse naam, maar... Rij je al lang wat druk een beetje? Of, Ik heb het heel lang gereden. En toen ben ik op een gegeven moment gestopt. Oh. Nou, rijk het weer redelijk vaak. Kom maar. En een single play of alleen maar... Nee, altijd RP. Multiplay? Altijd multiplay. En eigenlijk, eigenlijk bijna altijd op EU3. Want EU2 zitten allemaal die hotauto's. Juist. Nou, dan zit je bij ons wat goede adres, want wij rijden alleen maar 3. Ja. Ik krijg gisteren 2. Ja, maar jij bent een uitzonder. Oh, ik rijd altijd op de rechte baan. Ja. Ja, we hebben gisteren op 2 gereden, omdat ik iedere keer uitgegooid werd, hè. In 3. Ja, ik rijd uit op 2, joh. Ik vind maar niks. Techniek. Een beetje met die auto's kagen, dat is allemaal. Een beetje rond. Ja, een keertje. Een beetje schaam. Nee, wij vinden het gewoon leuk om met, ja, we zitten op een oude kadar. Ik ben zelf 56 hoor, dus ik ben nog een stuk ouder. Maar wij vinden het leuk om, wij vinden het leuk om gewoon met, ja, er zitten 2 goede kameraden bij mij en daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Dus eigenlijk met z'n 3 zijn we en nog geen begonnen. En, ja, wij deden gewoon een paar keer per avond op farmingen spelen, op dit of dat, weet je, op Eurotruck. We hebben een servertje met farming, waar we ook elke woensdag hebben spelen. Ja, en zo, ja, gewoon de lol. Ja, dan. Ja, farming heb ik ook, dat heb ik echt 3 keer gespeeld. Oh, oké. Okay. Ja, 19 of 17? Nee, 17 denk ik. Ik heb het volgende. Ja, oké. Okay. Ik heb de hele dag 19 gespeeld, maar dan op een eigen mapje zo. Ja. Ah, we hebben er ook eentje op server staan al. Hé, hey, jij zegt van mij de kraagmoed. Ja, dat klopt, we gaan hier ook hoor. Oké. Okay. Ja, de navi klopt niet altijd. Dan vliegt hij weer vol in de toren. En bochies, hè jongens? Bochies. Ja. Ja, bochies, ja. Maar
Zullen we even ergens stoppen dat ik hem even in automaat zet, maar ik doe het heel raar. Ja, maar ik heb laatst zoeken zo. Kan toch? Ja, maar dit Even proberen hoe die dan Maar de ATS was het woensdag ook niet goed, hè, bij mij. Met de versnelling gemaakt. Nee, je moest hem helemaal opnieuw instellen. Ja, toen had ik hem ook in automaat gezet. Dat reed op zich wel. Ik denk dat het misschien wel gaat bevallen als je een automaat zet. Ja. Ik weet het niet. Ah, maar schakelpotjes op zich ook wel mooi, maar... Ja, ik moet zo hard werken altijd. Ja, maar ja. Ja, het wordt er in principe wel bij. Motorbaan, ja. Ik ben nu een anderhalf uur aan het streamen. Ja. Dan gaan we lekker door. Oh ja. Zeker weten. Naar rechts, Jim. Dat is een uitbordje. Ah, dat lekker door zo, 105. Oh ja. Wil niet wel. Maar we kunnen nog 110 rijden. Ik rij 112. Ja, ik wil eigenlijk een melding, this game is not a race game of race track. Even gas terug. Je mag hier ook maar 97, maar dat is een miles. Ja. Maar 97 miles, dat is best hard. Is niet kilometers normaal of zo. Oh. Ik weet dat 65 miles 100. Ik moet 263. Oh, dan is het wel iets harder dan mij. Bij mij geeft hij 97 aan, maximaal, kilometers. Ja, klopt, ja. Even kijken, hoe moet een weg? Hoe lukt dat op deze weggetje, want... Ja, ik zie op de snelweg zie ik soms ook wel eens vrachtwagens weer zonder rijden hoor. Dan ben ik er voorbij rijden. Nou, toch toch 105, 110 zetten, want dan kom ik er niet voorbij. Waar zeg ik dat van de rijden? Dus hij echt niet allemaal bij elkaar. 110, dan kom ik er ook niet voorbij. Nee, daarom. Ja, het raakt niet begeest dan ofzo, niet wat zin. Nou klopt mijn bermverlichting ook niet, want ik heb nou links geen bermverlichting. Oh? De... Want rechts heb ik een straaltje veel verder dan links. Ja. Want normaal rij je rechts en heb je bermverlichting. Nou, daar hebben ze die Engelse auto's ook aangepast dan. Ja, die hebben een kopman voor de andere kant op staan. Ja. Ja, maar in Engeland... Blijf de gasten, hè. Ja. In Engeland zijn de lampen ook anders afgesteld, hè. Dat bedoel ik. Want nou heb je hebt nou bermzicht bij deze EU-vrachtwagen. Ja. Welke truck rij je dan? Scania, toch? Ja, nog een baas, Molle. Ja,
kan het niet goed zien. Rechts aanhouden. Ja, ze hebben één koppertje dit. Ik denk rechts aanhouden, denk ik. Niet. Weer. Rechts aanhouden. Ik vind dit niks, hè. Links rijden. Tot. Ik hoop niet, dit zijn de eerste wegen die ik ontdek in Engeland. Ja, kijk ook. Ik neem expres nooit pakketjes naar Engeland als ik singleplayer rijd. Maar al die Engelsen dan, die bijvoorbeeld Eurobrug spelen, die kunnen alleen Engeland rijden. Ja. Anders vinden ze het niet leuk. Jo. Denk ik. Maar heb je dat altijd lijkt om alles te rijden? Ja. 100% te rijden. Dat is allermooiste. Ja. Wegversnelling. Als ze komen wel een kilometertjes op mijn nieuw truck. Dat ook? Ja. Ja, kan gewoon toch echt lekker door zo? Ja. 72. 138 kilometer. 138. En dan kap ik ermee wel nou. Nou, oké. Ja. Maar als jij 138 hebt, hoezo heb je dan 260? Ja, maar ik heb. Nee, maar ik heb hem precies in de stad gezet. Oh. Het voordeel is wel, je hebt hier geen toppotjes. Nee. Schreeuw maar niet uit. Dat hebben we net in Polen genoeg gehad. Ja. Nou, even stoppen, Jay. Hij moet even snel ik wel. Ja, we zijn al 3 pompen voorbij gereden. Ja, ik weet het niet. Ik. Nee, maar wat een kloot is, als je wat af moet remmen en je schakelt terug, dan ramp je hem in de toeren. Ja. Zo, stop, uit. Instellingen. Besturing. Uit. Eenvoudig automatisch of... Oh, je hebt hem in Gimsy gezet. Ik heb hem echt bij de haven ingezet. Dat is het verschil, denk ik. Je rijdt meteen naar de haven toe. Ja, ik rijd ook meteen naar de haven. Ik denk wel meteen naar de haven toe rijden en dan daar stoppen, denk ik. Dan zijn we een half uurtje verder. Denk ik. Heb ik hem nou in een automaat? Ja, ik heb hem nou automaat. Zo! Komt er bij mij langs, Kara? Ja. Gaan jullie voor, jongens? Kom maar. Ja. Ga ik maar even achter rijden. Goed weekend. Doet, doet. Nou, kijk of dat beter gaat. Ja, toch? Automaatje. Ja. Een keer wat anders, hè? Ja. Heb je ook stuurtje trouwens, Pauline? Ja, ik heb stuur. Welke? Welke, de 29? Nee, ik heb de Thrustmaster. Thrustmaster? Met versnellingspook?
met versnelling spook. Dan heb je goed van ingeteld. Alleen als ik 6 keer wil schakelen, moet ik 6 keer omhoog duwen. Huh? Ja, ik heb een schakelpookje aan mijn stuur vast. Oh, wat? Okay. Dat is zo'n rallypook, is dat? Ja. Een racepook, dat is zo'n... Ja, dat is die andere. Heel irritant. Ik wou Een keer een Thrustmaster Mini R150 kopen. Maar die R150 was volgens mij. Ja. Maar die snelheidsspook was alleen al 150 euro. Ik denk van, dat doe ik niet. Dus ik heb budget tegengenomen. Hé, hij gaat eraf. Dat zou wel moeten. Hij zit bij mij door. Hij waar rijdt toch gewoon door, jongens, of niet? Ja, toch. Hij rijdt ook naar de... Hè? Even. Ja, ik ga rechtdoor. Ik ben een video, hoor. Ja, ik wou ook rechtdoor, alleen. Waarom gaat hij nou niet in achteruit? Maar de redmap gaat er. Hè? De redmap vasthouden en dan gaat hij achteruit. Ja, weet je wat ik bedoel, hè? Ja, dat is even wennen. Ik ben mijn versnellingsbak aan de achteruit zetten. Dat wil niet, hè, als je op de maan draait. Nee. Oh, goedemorgen. Wat was 100 kilometer, was nog 5 minuten, of niet? Ja. Ja, ik ben aan het kloten, hoor, jongens, kom maar aan. Nog 10 minuten, we hebben 200 kilometer, 10 minuten en dan. Ja, ik rij naar rechts jullie hier, maar ik ga naar rechts. Ja, ik rij boven jullie. Dus ik zie jullie wel daar. Bij de avond. Ja, want ik ga niet met jullie mee rijden. Oh. Even op. Ja, ik ga er nog aan. Nou, ik kom op lang achteraan. Maar ik ben alweer heel klaar. Ja, maar ga even op de vluchtstrook. Ah, oh, nee, ik zie jullie niet eens meer in tap staan. Ah, joh. Vlak als ik over toch niet verschakelen. Je bent wel weer snel op gegaan weer, rechtdoor. Ja, nou, daar komt ie. Ja, ik ben er weer. Met 100... Wat is het? 30, bijna. Het startje toch of niet? Nee, ik ga ook naar de haal. Ah, oh, je komt ook naar de haal? Oké. Okay. Nou, ik kan super. Ik via deze weg. Deze binnen door. Ja. Ik moet nu nog 160 kilometer. Ik weet niet voor jullie. Ik moet 170 nog. Ik krijg wel mooie tussen allemaal slingerpaadjes. Zo'n stijl van motor. Bergop. Verkeerd hoor, Engeland. Wat is dat allemaal? Ik ga ook met mijn top, kom mijn kop weer aan de verkeerde kant op mijn weg. Stop, politie! Dat kan ik niet lezen, dat is Engels. Nee, wel gewoon. Nou, als je blauwe zwaardepen ziet, dan weet je wel meer dan nog. Dan is de ambulance. En hoe bevalt die automaat? Ja, goed. Wennen, tot nu toe. Zo, ik hoef er ook wat een aardige bochtje hier.
Ja, dat is een beste bocht. Wat moet je er dan mee doen? Ik denk 40. Nou, 60. 60? Zij. Aardig. Oh, maar dit is wel makkelijk. Hij schakelt zelf terug. Als je trouwens zoekt in je instellingen, kun je hem ook zo instellen dat je hem wel in je achteruit kunt zetten hoor, dat weet ik. Met je schakelpak bedoel je? Ja, alleen hoe precies dat werkt, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het kan. Okay. Ik schakel namelijk ook in mijn voor- en achteruit in mijn schakelpak. Oké. Okay. We gaan ze terug nemen, maar je rijdt een beetje te dicht op jullie. 95 ga je. Beetje afstand. Oh, we gaan ook zo weer naar links, ja. Ah, we zijn er zo. Hoeveel kilometer moeten jullie nog dan? 110. Zo. Hij gaat aan de overkant, kijk daar gaat hij. Hij gaat aan de overkant. Ja, ik zie hem rijden. We komen elkaar. Hey. Jij gaat helemaal verkeerd, man. Nee hoor, jij gaat aan de verkeerde kant van de weg. Nee hoor. Nee hoor. Hey, kijk eens. Yo. Race, kijk eens achter je. Oh nee. Oh nee, je zit wel goed. Oh. Dat is toeval. Dat is toeval. Toeval bestaat ja, niet. Toeval, ja. Maar het lijkt net of die aan de andere kant zat, joh. Ja, man. Zit bedrog. Ja. Maar de CPU van OBS is hartstikke goed. 6,4, 6,5. Ja. Dat is niet slecht. Nou, hopen dat de beelden er ook een beetje goed zijn. Ja, onder van de chatters wel hoor, als ze die mooi vinden. Ja. Ja. Ik weet niet of die automatisch bij jou ook opneemt met Twitch. Ja toch of niet? Ja. Ik ga wel even terugkijken. Ja, ik heb... Ja, 105 is ook niet meer 100 hè. 100 ja. Rijk. Dus ik kijk een mooie brug man. Gaaf dit. Echt wel. Nee, ik heb hem bij Twitch en YouTube ook staan en hij neemt het ook automatisch op. Mm-hmm. Ja. Ook voor op mijn harde schijf, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik kan soms altijd nog even terugkijken. Alleen ja, op de harde schijf is de beeld natuurlijk mooier als op Twitch en YouTube. Mm-hmm. Maar ik kijk wel even terug, even een stukje. Even kijken hoor, ik ga het hier even goed de cruisecontrole op, ik trouw niet. Oh, scherpe bocht denk ik. Nou ja. Nee joh, zegt hij. Stond 60 dus. Dit is geen scherpe bocht, ik kan gewoon met 105 nemen. Dus. Nou, ga je gaan. Heerlijk. Heel plezier. Welke kant wil je liggen? Links of rechts? Rechts, hij zegt rechts. Ja. Nou, je gaat er wel met 100 door, dat valt op zich mee. Knipperlampen daar, wat duurt hij nou doen is? Weet je wat ik me nog afvroeg? Ja. Kun jij special transport ook op MP doen? Nee. Ja, kan. Nee, oh, ik dacht skin. Nee, ja, kan. Je kan gewoon die special transport doen. Wel. Alleen niet met dat begeleid transport, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan alleen single play. Oké. Okay. Ja, maar die DLC heb ik namelijk ook. Ja, zal het maar halen, niet kan. Groot transport kan je volgens mij wel rijden. Oké. Ja, groot gesproken alleen als je de verkeerde vracht had, denk ik wel aan de server gekikt. Ja, oh. Klopt, dat hadden wij vorige keer ook. Ja. Maar dat heeft te maken volgens mij met Rotterdam en Amsterdam.
Maar het pakt hem daar niet. Als ze dat niet willen ofzo, dan hadden wij dat ook gehoord. Ja, ik weet ook dat je met dubbele trailers in Amsterdam en Rotterdam komt, dan word je ook automatisch gekikt. Wat pakt hij niet? Die special transport. Ja, op bepaalde plekken pakt hij hem niet. Nee, hij pakt hem nergens. Ook al heb je zo'n trailer, dan kun je ermee rijden, maar weg leeg gekikt. Ja. Maar niet alle bedrijven hebben die trailer. Ja, we hebben maar een ritje weer gedaan vanaf, hoe laat zijn we begonnen? 7:30 of zo? Ja, maar op 7, zoiets, allemaal. Nou, we hadden wat uurtjes weer hoor. Ik zie dat ik al 4 uur aan het streamen ben. Ja, en ik 2 bijna. Ja. Zo, we zijn daar. Je hebt een stream om 8:30 aangezet, toch? Mm-hmm. Ja, nou, ik ben later. Ik heb hem bijna 2 uur aan, 2 uur en 3 uur. Zo, dan moeten we de keerplaats neer en dan zie ik het morgen. Kijk of die er morgen nog staat. Er is trouwens, er is morgen een... hoe is dat nou? Morgen een konvooi. Ik staat op Facebook, maar ik moet even kijken of dat ding kan delen. We zijn nu met ongeveer 50, 40 man zoiets. Gezellig. Het wordt dan uit Engelsen doen dat. Dan rijden we gewoon in de EU. Dat is ook EU3 toch? Dacht ik? Ja. Ja, oké. Okay. Maar wat was de naam ook eens weer? BTLVTC of zo? Ja. Hoppa! Heb ze best weer gedaan. Hoppa. Gaan we een fotootje maken? Leuk. Bedankt voor het kijken en dank jullie wel bij YouTube en tot de volgende keer.